Oli, man of the match, 2 assists, and I think an injury. How are you doing? No. Yeah, of course, 2 assists is nice for me, but no injury, only cramp. Was really a long game, really intensive game. Today was a strong component. Yeah, but we take the match in a good way. I think we were focused from the first minutes, and I think was the most important today. When you saw the match against AZ, we lose a little bit this pressure on the ball, this energy on the pitch. So now I think was important for us to show it on the pitch. Of course, with a lot of players really tired, also the guys who travel a lot from the national team. So it's nice to begin the last race with a win. Yeah, and it seemed you feel more comfortable every time you play on that position on the pitch. Yeah, of course. But the coach gave me the confidence, so he knows that he can trust me. He can put me both behind, left, midfield. I will try to do my best, and I try to give him back as much I can. So yeah, I feel better. There's still some things to improve, of course. Yes, but do you feel you have more? Yeah, free possibilities to... Yeah, to of course, and maybe in this position I can help more the team to score some goals like today. And it's a part of the job I can do good when I play midfield. It's different when I play behind because I'm the starter, but I'm not I'm the last pass. And yeah, it's good also for me to play in this position. And still, I don't care where I play. I just want to play every game and succeed. Had je vandaag het gevoel dat je alweer beter was dan die laatste wedstrijd met PSV? Ja, fitter en fitter word ik steeds. En hoe meer wedstrijden ik speel, hoe fitter ik word, zeg maar. Bij jongeren heb je natuurlijk 2 bijna hele wedstrijden gespeeld en ingevallen. Dus dan krijg ik wat meer inhoud. Dus dat is prima. Wat kan je uitleggen van hoe ver je nou komt met je blessure? Ik ben 2 maanden eruit geweest. En iedere keer als ik last had, mocht ik zeg maar niet lopen. Dus de conditie werd wel heel... erg aangeslagen daardoor. Dus het was wel het was zwaar. Het is zwaar geweest. Veel moeten herstellen, zeg maar, conditioneel van de blessure. Maar dat is weer bijna terug. En vaak een machteloos gevoel, denk ik, ook gehad vanaf de bank. Ja, zeker. Zoveel wedstrijden gemist nu in totaal. Ik denk iets van 12 wedstrijden of zo in die periode gemist. En dat is gewoon vervelend. En zeker als je zelf dan ook niet fit bent, dan is het gewoon jammer. Ja. Welke vond je de ergste? Of waar zit je het meest op te vreten? Ja, de Europese wedstrijd natuurlijk. Ja, ik had wel gehoopt dat ik die nog zou kunnen halen, zeg maar. En dat was ook een beetje het plan geweest. Maar helaas heb ik die niet kunnen halen. En dat is wel zonde, want de Europese wedstrijden zijn altijd wel wat extra beladen en zo. Dus ik kon ook nog door gewoon naar de volgende ronde. Maar helaas heb ik die niet gehaald. Ja, the first one I think is... You have to give this to Daniel for more because I just gave him the ball and he made the rest. But today was a lot of like deep run like this one, and they know that when I have the ball, I can play this kind of ball. So they know how I play. I know how they play. You see that Daniel is crazy how fast he is. So after he make the difference, so it's important. And the second goal, is typical Boskagli. Yeah, of course. I made some mostly of my assists was like crosses. So it's important for me, and I know that it's the same. I know that when I cross, there will be some guys in the box, and they know that I can cross like this. So for me, it's récompense. Récompense. Yeah, like a gift for me to make this 2 assists because it was also hard for me to don't play against AZ. I wasn't there, so it was longer 2 weeks for me. And beginning back on the pitch with 2 assists and the win, of course, is nice for me. Toch ook wel het gevoel dat dit gewoon een lekker weekje voor je is. Dit moet jou goed doen. En er wordt veel over je gekletst. Volg je dat ook allemaal? Nee, ik volg het zelf niet. Ja, soms sturen vrienden of zo wat door, maar zelf volg ik niet echt. Maar wat sturen ze jou door dan? Ja, gewoon wat de mensen over me zeggen. En dan soms lees ik het, soms lees ik het niet. Want, wat zeggen de mensen over jou dan? Ja, sommige mensen zeggen dat ik naar het Grote Oranje moet en naar die wedstrijd tegen Hongarije, et cetera. Maar zelf ben ik daar niet echt mee bezig. Voor mij gewoon taak om nu we hier terug zijn bij PSV, gewoon hier goed mijn best te doen. En dan zien we wel hoe het allemaal loopt. Ja. En belangrijk dat er hier gewoon 3 punten worden gepakt. Heel wat zijn jouw gedachten over die strijd om de tweede plek? Hoe sta je erin? Ja, we moeten gewoon... We hebben nu nog 6 wedstrijden te gaan. Die moeten we gewoon alle 6 goed afsluiten. Als we ze gewoon alle 6 winnen, is er niks aan de hand. En dan is het is belangrijk voor ons om die tweede plek zeker te halen. Want dan hebben we ook Champions League.
of ja, voorronde Champions League.